Ricky Brabec, Amerikaan die in 2020 de eerste Dakar in Saoedi-Arabië wist te winnen. Hij begon heel erg sterk, was tweede in het begin van de etappe, maar na 274 kilometer gaat het heel erg mis met de Honda-rijder. Komt zwaar ten val en loopt de nekblessure op en moet dan naar het ziekenhuis worden getransporteerd. En Luciano Benavides zag het allemaal gebeuren. Estaba muy mareado, se movía, estaba mareado al principio y después tenía mucho dolor en el cuello y en la cabeza tenía un poco abierto aquí. Parece que ha impactado con la cara, pero bueno, espero que no sea nada grave. De achtste deelname was het voor Ricky Brabec en de vierde keer alweer dat hij er niet bij is, althans dat hij het einde niet haalt. Luciano Benavides, de teamgenoot van Skyler House, zien we dan even in beeld. We hoorden hem net dus. Hij zou uiteindelijk 22e worden in deze special. En zijn tijd moet nog een beetje komen. Is nog niet echt lekker in zijn ritme nadat hij in 2022 eigenlijk een heel goed WK Rally seizoen had. Sebastian Bühler verraste in de tweede etappement een tweede plaats. En dan zien we dit gebeuren. Een fikse valpartij voor de Duitser op de Hero. En toch valt het met zijn eigen schade wel mee. Je ziet hem toch weer snel opstappen. En wordt dan uiteindelijk 13e in deze special. Moet nog even aan het MacGyver zorgen dat het zadel er weer op gaat. En zoals gezegd een 13e plaats. En wat we straks al zeiden, Adriaan van Beveren hebben we ook nog niet zo heel veel gezien.